De politie heeft een 19-jarige Nudenaar aangehouden. Hij wordt ervan verdacht dinsdagavond het ernstige ongeval op de A50 bij knooppunt Eckersreit veroorzaakt te hebben. Hij reed met zijn bestelbus achterop een personenauto. Een 42-jarige Bulgaar die in die personenauto zat, kwam daarbij om het leven. Twee mannen die achterin zaten, een 53-jarige Pool en een 44-jarige Bulgaar, zijn in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis vervoerd. De 34-jarige bestuurder uit Eindhoven raakte licht gewond. De A50 richting Os is urenlang afgesloten geweest voor onderzoek en om de hulpverlening de ruimte te geven. Er zijn onder meer twee traumahelikopters opgeroepen om medische assistentie te verlenen. In totaal waren er 5 voertuigen betrokken bij het ongeval op de snelweg. De oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk.